Goedemorgen, welkom hier in het programma Delsmo. De reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege de nieuwe single Baila Baila. Ja, dat klopt. Ja. Zomersliedje. Ja, een zomersliedje, hè. Eventjes voor de luisteraars in het Spaans, in Nederland vertaald, heet het Dansen Dansen, hè. Ja, ja, dat klopt. Met vuur en passie, hè. Ja, met vuur en passie, wat je zei. Ja, ja. Waarom deze single, Henk? Nou, ik heb, ik weet de mensen die mijn repertoire weten, zeg maar, hoe dat, dus met Mary Jane en die zeggen ook van ja, het is iets totaal anders. Maar het is een nummer die eigenlijk, een liedje die geschreven is door iemand die mij de muziekfilm maakt. En die stuurde mij dit nummer toe, compleet met muziek en al wat hij zelf geschreven heeft. En ik had zoiets van ja, we kregen hem binnen en zeggen ja, dit is gewoon, dat past gewoon bij deze tijd. En dat is eigenlijk de reden waarom dat ik hem gedaan heb. Ja. Ik draai dus juist naar een fragment van een andere single. Zeg, ken ik jou niet ergens van? Wanneer is die er weer uitgekomen? Die is van 2016. Is die. 2016, dat is weer iets. Ja. Ja, iets twee jaar geleden ongeveer. Ja, dat klopt. Dat klopt. Daarna heb ik Ik hou van het leven. Ja. Is van 2017. En nu eigenlijk bijlaar. Jij kent heel goed, want jij komt uit het Noord-Holland vandaan. Jij kent heel goed Henk Wijngaard, want jouw vader was vrachtwagenchauffeur. En die groeide natuurlijk op met Henk Wijngaard, hè? Ja, dat klopt. Henk Wijngaard, ik kom van Stadskanaal. En Henk Wijngaard, die woonde hier op Stadskanaal en die was heel vaak met zijn truc, omdat hij vrachtwagenchauffeur was, hier op Stadskanaal. En dan, dan ging hij eigenlijk, was hij altijd aan het zenden. En dan ging hij altijd met jou als klein jongetje, zeg maar, met mijn vader altijd heen. En dat vond ik altijd heel leuk. Ja. Dus dat is een stuk nostalgie. Ja. Was dat in 2009, als ik goed geïnformeerd ben, dat toen jouw debuutsingel kwam, Zie ik een ster? Nee, 2009 was. Klopt dat het 2009 jouw debuutsingel kwam, Ik zie een ster? Ja, klopt. Dat klopt. Ja, dat is een liedje dat ik toen destijds geschreven voor mijn vrouw. En zo is het eigenlijk begonnen. En destijds had Lucas en Gea die hadden het liedje gehoord. En die zeiden van ja, ik heb een verzamelcd van verschillende artiesten. Ja. En eigenlijk wil ik wel graag dat nummer erbij op hebben. En ja, zo is het eigenlijk begonnen te lopen. Ja. En, dus en daarvoor was ik natuurlijk altijd al aan het zingen met orkestbanden destijds allemaal op met cassettebandjes. Ja. Dus ik was eigenlijk altijd al avondvullend eigenlijk op pad. Ja. En, maar zo is het begonnen met de eerste single, met Zie ik een ster. Ja. Dat klopt. En die Lucas en Gea die je juist vertelde, dat waren ook die zijn ook weer de minste, want die lopen ook weer zo lange tijd mee in de muziekwereld. Hè? Ja, nee, dat klopt. Ja, nee, maar ik vond ook een eer dat ze dat toen, vroegen of die bij hun op de verzamelcd mocht. Ja. En vanuit daaruit zeg maar is het toch eigenlijk wel behoorlijk hard gegaan eigenlijk. Ja. Maar dan komen er vervolgens andere singers uit, ik noem er maar een paar, Verlangeren, Herinnering, Zie je hoe mooi het leven is, Mary Jane. Dat zijn er toch allemaal een beetje meer, als je die singers beluistert, ik heb ze mooi een aantal beluisterd, er zit er toch een bepaalde lijn van muziek in, vind ik persoonlijk. Ja, het is eigenlijk een beetje Duitsstalig qua invloeden. Je zoekt naar een bepaalde genre die je zelf natuurlijk leuk vindt om te zingen. En de diversiteit van de artiesten die er en daar staan, moet wel dusdanig zijn dat je toch iets andere nummers hebt dan een ander. Omdat ik deze genre van muziek natuurlijk wel het mooiste vind. Ja, is het voor heel veel wel een aanvulling om te zeggen van, we willen Henk Harters erbij hebben. Ja. Zodat je daar toch een verschil in muziekstijlen hebt. Ja. Dus kijk, ik ben voor de liedjes die ik zelf het mooist vind. Ja, dat zijn eigenlijk de liedjes die ik het liefst natuurlijk ook op het podium doe. En daarom ook eigenlijk het verschil waarom dat in één keer bijlaar voorbij komt. Ja. Omdat het gewoon een liedje is waarvan ik dacht van ja, ik hoorde dat. En ik had zoiets van ja, die wil ik gewoon doen. Ja.
die willen gewoon op single hebben. Daar heb ik gelezen, dan moet je maar kijken of dat ik het dat je mee eens bent. Ik zal je iets voorlezen. Henk Harders, jaren actief met zijn prachtige warme stem en het charisme van een echte artiest in zijn reizende ster. Dat wordt geschreven. Wie wat zeg je daarvan? Ja. Ja, nee, god ja, weet je, de reizende ster. Ik vind het leuk als mensen op je muziek dansen en als je als de avond erop zit, dat mensen bij je komen en zeggen van, nou, weet je, het is gezellig en we zien je graag volgend jaar, zien we je weer terug. Kijk, daar doe je het voor. Je doet het gewoon voor de mensen zelf. En dat is gewoon waar je het voor doet. Ja. En daarvoor maak je je liedjes en daarvoor ben je bezig om dus niet alleen voor jezelf, maar dat gewoon de mensen gewoon je muziek leuk vinden. Ja. En dus in waar je dan ook komt door heel het land, ja, dat je daar gewoon goede reacties op krijgt en dat mensen je graag een keer weer willen zien. Ja. Dat is de reden eigenlijk. Maar dat charisma, dat past ook bij jou. Dat zeg ik natuurlijk niet over mezelf. Nee. Daar mag een ander over oordelen natuurlijk, hè? Ja, geintje. Henk, die droom om naar Zuid-Afrika te gaan, is er die nog steeds? Ja. Ja, er zijn een aantal landen waar je eigenlijk zegt van, ja, dat wil je wel graag zien. Zuid-Afrika, ten eerste natuurlijk omdat het lijkt me gewoon een heel mooi land en wat je erover hoort, ja, is het gewoon, moet je daar gewoon eens een keer zijn geweest. Het is nog niet van gewoon, het is natuurlijk toch wel vrij prijzig. Alleen heel veel liedjes, die ook vertaald zijn naar het Nederlandstalig, ja, komen eigenlijk vanuit Zuid-Afrika. En dat is dus eigenlijk toch wel een van de landen waar ik zeg, ja, daarom wil ik daar toch wel eens een keer heen om de sfeer te proeven. En misschien ook om daar ideeën op te doen qua muziek. Dus er zit eigenlijk wel wat meer achter, zeg maar, dan alleen het land te zien, zeg maar. Ja. Dus het lijkt me leuk om daar eens een keer een beetje of twee daar te verblijven. Ja. Henk, het nummer is geschreven, of de productie was in handen van Niels Linkbeker. Ga je daar maar verder met Niels? Ja, kijk, het is ook van wat van liedjes ga je doen. Kijk, ik heb een aantal nummers die zijn bij Kees Tel gemaakt. Kees Tel is eigenlijk toch wel een van de producers die de meeste liedjes van mij maken. Ja. Maar ja, kijk, deze die kwam dan bij Niels vandaan en Niels die is gaan samen met een kameraad van hem geschreven. Dus het moet net in jouw lijn vallen, zeg maar, van wat je leuk vindt om te zingen. Ja. Dus ik schrijf zelf ook wel wat liedjes. Dan moet je dat uitwerken. En dan kijken van oké, hoe wil ik de klank hebben, hoe gaan we dat verder uitbreiden, wat zijn de verwachtingen ervan. Ja. En dit was een liedje, ja, die was gewoon helemaal klaar eigenlijk, dus ik hoefde hem alleen maar in te zingen. Ja. En ik kreeg vandaar dat ik dit bij die nieuws gemaakt. Ja. Je hebt het wel op een perfecte tijd uitgebracht, hè? Want het is een zomers nummer, hè? En je brengt het natuurlijk in deze tijd van het jaar. De time is goed. Ja. Eigenlijk, van ons gevoel waren we eigenlijk nog 3-4 weken te laat, maar de timing is goed en het weer is goed. We mogen van geluk spreken dat we deze weken zoveel mooi weer hebben. Ja. En het liedje helpt daar wel wat mee, dat zo zeggen. Ja. Eens voor de luisteraars die meeluisteren en men wil meer weten over jou, dat kan, want dat is een mooie eigen website, www.henkharders.nl, dat klopt, hè? Ja, dat klopt. En natuurlijk mijn Facebook. En daar kun je ook door naar Messenger en al dat soort dingen. Dus alles staat op mijn Facebook. Ja. Een vakantie al gehad of ga je een vakantie dit jaar? We gaan nog wel even weg. Maar het is helemaal net tussendoor, omdat ik natuurlijk best wel wat optredens heb staan. Dus het is helemaal een beetje tussendoor dat wij van weg gaan. Ja. Het is de grote feesten en de,
De marktfeesten en al dat soort dingen, ja, die gaan natuurlijk gewoon door. En er zijn toch boekingen die staan, dus ik probeer altijd elk jaar een beetje tussendoor toch een paar dagen te pakken. Oké, naar buitenland hoef je niet voor het warme weer, want dat is in Nederland ook nu, hè? Ja, dat klopt. Maar dat weet je van tevoren nooit, hè. Je moet toch van tevoren wel wat boeken. Het is ideaal, het is schitterend. Ik vind ook lekker achter thuis en het is heel weer. Oké. Okay. En ik hou er wel van, hoor. Dus het mag voor mij tot de kerstdagen wel zo blijven en dan daarna weer opnieuw. We gaan dansen, Henk. Ik ga je de eerste plaats heel erg bedanken dat je vanmorgen hier live bij ons in de uitzending was. Ja, heel graag. Ik vond het super. En ik hoop dat er luisteraars zijn die het liedje natuurlijk leuk vinden. En die me gaan opzoeken op Facebook en op mijn website gaan kijken. Oké. Okay. Henk, het gaat je goed en we spreken elkaar de volgende keer weer. En we gaan dansen. Baila, baila. Groetjes. Hoi. Is goed. Dankjewel. Hoi. Tot ziens. Hoi. En laat me dromen in 3D. Baila, baila. Dans jij voor mij.